Welkom bij Mental Tea on the Road. Vandaag hebben we weer een aantal feestjes. Het zweet van het vorige feestje zit er nog op. En kijk, hier zijn alle collega's uit de scene. Yellowclaw, Alvaro, ja, dat zijn ook wel de betere namen. Hè? Dirty House, die kennen we niet. Witness en Pim, jawel. Witness en Pim is echt een leuke artiest. Jongen, echt. Ja, ik heb nu echt Billy the Kid. Die heette vroeger Billy the Klit. Hij moest zijn naam veranderen, want ja, dat kunt hij niet op een poster zetten. In ieder geval vanavond dus in Helden, 90's Party, Happy Hardcore en een beetje beuken en een gasten erbij. En het leuke is hier, hier zingen ze altijd onwijs mee. Nou, ik ga het meemaken. Ik hoop dat ze me nog herkennen. Ik ben een beetje donker, pas op vakantie geweest. Dus ik zie er een beetje uit als de Dark Raver. Maar die draait ook deze muziek. Ga je meekijken? Mental Tea on the Road van dit jaar, januari 2015, Pladio in Helden en 90's Party. En ik heb heerlijk kunnen draaien en dankjewel al die mensen daar in Helden en omstreken dat jullie hebben meegezongen. Ja, dat is zo leuk als je die 90's draait, die dan ja, toch best wel vaak op feestjes draait, en dat doen we al heel erg lang. Is het nog steeds leuk als mensen volop meezingen en laten zien dat ze de plaatjes kennen en dat ze ervan genieten. Dat is vanavond het geval. Daarna hebben we nog een afterpartytje gehad. Dit is inmiddels 6 uur 's morgens. Ik ga After Sun Up doen, want ik wil mijn Dark Raver look nog wel even houden natuurlijk. Bedankt voor het kijken, dit was Mental Tea on the Road. De mazzel, doei!